Wat je eerder al zag op Ponkers Extra. Nog niet zo lang geleden hebben we op Instagram laten weten dat we deze zomer weer op pad gaan. En dat gaan we niet alleen doen, wij nemen namelijk Edor, Joost en Bas mee. Bam! We hebben eigenlijk geen idee waar we naartoe gaan, want dat krijgen we wanneer je met Surprise Me op vakantie gaat. Maar wat we wel weten is dat we 150 opdrachten gaan vervullen op de onbekende bestemming. En per opdracht kan je punten verdienen en vandaag is letterlijk en figuurlijk de aftrap. We gaan de crossbar challenge doen en de winnaar die krijgt alvast 20 punten voorsprong. Ja man, we hebben gewoon gewonnen man. Yo, wij zijn Ponkers. De komende 4 afleveringen, elke dinsdag en zaterdag, geen hashtag gein of hashtag bluff, maar Ponkers Sensation, waarin wij het gaan opnemen tegen Team Waterdoos. Team Ponkers gaat de strijd aan tegen Team Waterdoos. Bestaande uit Joost Klein, a.k.a. Eenhoorn Joost. Ik moet gaan. Door zijn voetballende maatje Bas van VV Bas VV wordt hij in deze strijd der titanen gesteund. Vandaag komen we dus nu achter, het is 5:00 ochtends, waar we dus naartoe gaan voor de komende dagen. Waar denk jij dat we naartoe gaan? Griekenland. Eigenlijk Griekenland? Ja, zelf was het ook Griekenland, man. Ja, ik denk Italië. Ik denk Kroatië. Hey, laten we die envelop openmaken. Ja, eerlijk, ik besef gewoon niet dat we eigenlijk nog niet eens weten waar we naartoe gaan. You go wherever you're meant to go. Waar mijn kastje nu? Met mijn naald. Moet ik nou die doeken op je gooien? Gewoon, Matty, heb je geld? Wil jij geld? Daar heb je geld. Oké, vul die code in. Oké, jongens. De code 6091. Waar gaan we heen? Veel te intensief. Malaga, Spanje! Hey, ik denk dat ik naar Malaga. Wie gaat er met me mee? We hebben het allemaal fout, jongens. Heerlijk. Hey, dat de beste mogen winnen. Nou, sportiviteit staat op nummer 1 bij Team Waterdoos. Oh, mama. Geef ons duimpje omhoog natuurlijk voor beide teams. En laat weten wie jij denkt dat deze Ponkers Sensation gaat winnen. Surprise Me heeft de teams dus naar Malaga gestuurd om daar de strijd met elkaar aan te gaan. 2 uur vliegen is niet niks en ja, dan krijg je honger. Toch Bas? Ja, we zijn in Malaga! Hey jongens, ik heb een bericht gekregen waar we naartoe moeten gaan. En Jesper, lees hem voor. Yes! Hoi mannen, welkom in Spanje. We hopen dat jullie een goede reis hebben gehad. Voor jullie ligt de volgende opdracht alweer klaar. Jullie hotel ligt in het centrum van Malaga, slechts 900 meter van het strand. Jullie mogen zelf weten hoe je hier komt en er is ook een verrassing. Je mag geen gebruik maken van geld. Degene die als eerste in het hotel aankomt, krijgt 20 punten. Jesper, we hebben nog wel wat puntjes nodig. Ja, inderdaad, we staan achter. Wij hebben al 20 punten, hè? Prima, we got this. Hey. Dat klopt, want in de beginopdracht op ons tweede kanaal Ponkers Extra werden Noah en Jesper keihard en zelfs blind ingemaakt door Bas en Joost in de Crossbar Challenge. No look voor jullie. Ze lopen nu dus 20 punten achter op Team Waterdoos. Ja man, we hebben gewoon gewonnen man. Doe rustig aan. Hey. Doe rustig aan. Oh, heb je eigenlijk een kind? Hey, we wachten op jullie met een biertje. Het ja. Goed. Oh, je mag nog een bier. Oké, we gaan man, lekker. Kan jij überhaupt Spaans? Hablo español poquito. Ik kan alleen hola supermercado de la bancos por aquí, let's get Spanish. Dat is kijk, wat ik kan. Really nice, love that y'all. Als we een supermarkt zoeken, dan zitten we goed. Dan zitten we goed. Yo, dit is team. Wacht even, stop met die bril. Het is team Waterdoos, hashtag Waterdoos. Waterdoos! Waterdoos! Kijk, het punt is, Noah en Jasper gingen die kant op. Daar zouden we ook heen kunnen gaan, maar zo doen we dat niet. Je weet hoe we rollen, G. Hey Bas, zeg ze hoe we rollen. Skur! Hey, waar leidt dit naartoe? Waarheen? Dit leidt. Hoe leidt het? Kijk, deze mensen. Die gaan allemaal. Die gaan met de auto. Ja. Dus wat nou als we hier of een taxi injumpen en zeggen van. Hey, wij moeten naar het centrum, maar we hebben geen geld. Of mensen die een auto hebben gehuurd. Ja. Dat we bij hun erin mogen. Dat zou misschien nog wel kunnen. Ja, achter me staat dat die kant de trein op zijn. Dus ik en Bassie. Waar gaan we heen, Bas? Wat gaan we doen? We gaan met de trein. We gaan gewoon proberen de trein te fixen. De shirt is al zwart. Vet spannend dit. Wow.
Laten we gaan, man. Let's go. Terwijl Team Waterdoos de trein probeert te fixen, gaan de Bonkers voor een lift. Maar wel even eerlijk, het is hier wel echt gelijk weer een heerlijk weertje. Ik weet niet of je de banden ervan ziet, maar het ziet er wel sappig uit. We can join your seat. I got you. For a little part. Yes, yes. Yeah? Okay, thank you. Yeah! Thanks, man. Wait. Wait, huh? Yeah. Huh? Het wil niet echt lukken, hè, jongens. Even checken bij Team Waterdoos. Oké, in Spanje mag er dus niet gefilmd worden op het station. Ik ga gewoon een paar mensen vragen, want het is niet zoveel. We vroegen net aan de beveiliger, het is maar 1,80 naar het centrum. Dus ik ga het nu gaan. We mogen dus geen geld uitgeven. Nou, Joost, even lief lachen en je krijgt die flappen. Jawel, hoor! Thank you! Yeah. Woehoe! Yeah. Spannende moment, we gaan nu money spenden. Straight money blowen. Wij gaan dit zo hard winnen. Ik heb het gevoel dat we moeten rennen, man. Wij gaan dit zo hard winnen. Ik kan luisteren, ik ga niet rennen. Hey. Oh, nou filmen? Let's go! Terwijl Team Waterdoos lekker rebels blijft doorfilmen, zakt bij Bonkers behoorlijk de moed in hun schoenen. Can I go with you? Malaga, of we meerijden? Zo gruwelijke hekel aan als Bas en Joost nu al gewoon onderweg zijn naar het hotel, hè? Op wat voor manier dan ook. Ja, en dat zijn ze ook, want ze staan al op het station. Ik ben nooit zo blij dat ik met de trein te gaan, man. Shit. Gadver. En ik zag Bas en Joost nog hier naartoe lopen, hè. En wij die andere kant op voor een auto. Gadverdamme. Zullen ze een trein hebben gepakt? Ja, ik denk dat Joost het nog wel begrijpt, hoor, wat hier staat. Ik wil naar Can I get a hug for you? A bit sweaty. Ach, wat schattig. Iedereen zo'n knuffel geven. Kijk dan ebola aan de overkant, man. Ja, en dat is weer wat minder schattig. Ja, maar ja, jongens. We zijn nu in de juiste straat. Hartstikke dichtbij. Het hotel. Ik kom amper uit mijn woorden. Het is veel te gruwelijk dat we nu al er bijna zijn. En echt een recordtijd, man. We gaan Usain Bolt op die mensen, man. Let's go! Even langs met toeristeninformatie. I'm looking for Petit Pellet Plaza. Petit Pellet Plaza. Petit Palace. Ik denk dat we net te horen gekregen dat we niet verder vandaan zijn, maar we zijn iets verder doorgelopen. Hopelijk zijn we nog steeds eerder dan die andere sukkels. Turn the fuck up. Nou Jeppe, kijk eens daar. Zullen we het aan die security guy vragen of daar twee onze jongens door de Porsche gaan? Perdón, ik ben hier voor een video te maken. En we hebben no dinero. Hij zegt dus geen geld, geen ticket. Maar laten we nu gewoon daar ergens 1,80 scoren. Ja. Per persoon. Dus gewoon even. Laten we gewoon 4 euro scoren. En klaar is Kees. May we ask you something? We're here to make a video and we're dropped in Malaga. We have to go to the center, but we have no money. We need 4 euro for the train. Per each? No, in total. Ah, okay, let's go. Ja, dan ben je er echt bijna en dan denk ik niemand je meer helpen. Allemaal mensen zeggen, Engels, daar. Gewoon zo lekker, man. Ja, maar we zijn er bijna als het goed is. Ja, maar ook niet helemaal. Wie er ook nog niet helemaal zijn de mannen van Team Bonkers. We zitten in de trein naar Malaga Centrum en ik ben nu heel benieuwd bij Bas en Joost. Ik ook, ouwe. Nou, Noah, Bas en Joost zijn op zoek naar het hotel. En het lijkt erop dat ze ongelooflijk dicht in de buurt staan. Top, dankjewel. Deze man leidt het nu weg. Ja, dit is hem, man. Maar Team Bonkers heeft nog geen flauw idee en ze zijn nog steeds op weg. Woke up early this morning. Tell me now. I got out my bed early this morning. Just for the rooster crow day. Vanochtend hadden we nog geen flauw idee waar we heen gingen. Nee. En nu zitten we gewoon in fucking Malaga. Ja, wel in Malaga, maar niet in het winnende team. Well, I know you go. I'm down on my knees, baby. I have no place to go. Your hotel is, this is the main street. Yes. And that's the main square. Okay. No problem. Thanks, man.
Thank you. I remember Van Basten very much. Nice. Okay. Jammer dat hij gewoon zo lang gestopt is met voetballen. Nou, ja. We zijn er bijna. Ja, Team Ponkers is er bijna, maar net ietsjes. ietsjes te laat. Hey joh, what the fuck, hey. Zijn die. Shit. Wat? Pas op dat ik kom in die bocht. En we Team Waterdoos! Huh? 40 punten voor ons, zie je het? En wij gewoon op nul. Baal je, Noah? Fucking 40 tuurlijk punten! Tuurlijk baal ik, joh! Jezus. Man, tuurlijk baal ik, man! Ik zeg één ding, Team Waterdoos! Team Waterdoos! Team Waterdoos is gaande! Nou, de tussenstand is bekend. My god! 40 punten voor de waterdozen. Ja! En hoeveel punten hebben jullie? Nul. Ja. Nou, maar hey. De strijd is nog niet gestreden. Precies. De volgende aflevering zie je dit. Oh nee, nog niet. Want eerst hebben we iets te melden. We hebben zeker iets te melden. Want 4 oktober houden wij het Ponkers & Friends event. Met onder andere een wipeout parcours, vette DJ's en je favoriete YouTubers. Ah! Er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Wil je weten waar het is, hoe het eruit ziet? Ga nu naar de videobeschrijving. Dit zie je volgende week. Wat je de volgende keer ziet bij Ponker Sensation. I need to get your cup, maat. See? Cup size?